Maar liefst 6,15 miljard euro zette Philips om afgelopen kwartaal. En de netto-winst verdriedubbelde bijna van 176 miljoen euro naar 524 miljoen euro. Bij dat bedrag is ook de 154 miljoen opgeteld, afkomstig uit de verkoop van halfgeleiderproducent NXP. Hoewel de cijfers over het geheel genomen goed uitzien, was de TV-afdeling hun derde kwartaal niet winstgevend te krijgen. De omzet daalde hier in een jaar tijd met 64 miljoen. Naar 703 miljoen euro. Op het bruto resultaat verloor Philips 5 miljoen meer dan de 26 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. En dat betekent dat Philips in het vierde kwartaal minstens 62 miljoen euro moet verdienen op deze activiteit. Het bedrijf hoopt met Thanksgiving en kerst een hoop goed te maken, maar dat het een lastige opgave wordt, is zeker.